Yo kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van GTA nummertje 5. Goed jongens, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk weer voor een gouden missie. En ik hoop natuurlijk dat wij binnen 50 seconden het goud kunnen wegrossen. Dus dat betekent super snel en daar volop voor gaan. Daar gaan we zeker voor. Laten we gewoon lekker beginnen. Jawel, het komt helemaal goed, jawel. Ik heb er vol vertrouwen op. Laten we gewoon lekker beginnen. Jawel, ja. Nou, we hebben nu 3.862.673. Dat moeten we toch in de gaten gaan houden. Deze is dat, hè? Nee. Dat is deze. Binnen 50 seconden hebben we ervoor. Nou goed. We gaan deze gewoon doen. En we moeten alles op goed hebben. Dus alles op het sterkste niveau. There's two ways I see it. Remember the vent? A hacker. The alarm. Ja. So how do you want to do this? Run into the front door or try to play it? Ja. Ah, still a hothead. Okay, en nu gaat het goed. Select personnel with that in mind. Driving. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll. Ja, die. Eddie Toe. Now you can count on him to get you out of a spot. Guns. Yeah, it might be hot and heavy in there. This guy, I'll keep it from going bad. McCreary. This is Becky McCreary. Liberty City stick-up crew. Small world. Is that? Hij is beter. Max Hilt. Hij is wel beter, Packy McGreevy. Laten we die pakken van GTA 4. Ik heb GTA 4 natuurlijk ook een keer gespeeld. Ik heb het nu niet meer. Maar ja, ik heb het natuurlijk niet op YouTube staan. Maar toen had ik nog geen YouTube toen ik GTA 4 nog speelde voor GTA 5. Dus laten we Packy McGreevy pakken. Hacker. Back office, but de hacker. 15. 10. 4. 15. Assassin's Speed, die moet je dus hebben. Oké. Feminine touch. That look good to you? Oké. I'll look into how you can find a tag team and get their weapons and I'll be in touch. Yes. Good. Good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa. What? Oké. Is donker? Het is weer licht. Doe het geluid nog, je wat doet het gewoon. Laten we gewoon lekker beginnen, ja. We all know the score. Ben X. Yeah, come on, get in. Paige, you're in the truck. Everyone else with me. Franklin's driving the van. Tony McCreary, you're in the back. Met de deur in huis vallen, hè? En stappen, Mikey. Volgens mij is die rechte pak in mijn goede wie. Laten we gewoon beginnen. Zo, goede jelly storen. Ik ben al onderweg, joh. Alright, listen up. The four of us in this van. We're about to become accomplices. Nou, ze gaan natuurlijk ons voorstellen. Laten we ook luisteren naar pak in mijn goede wie. My liberty, my reputation. Same goes the other. Sorry. The crew will only work when there's trust. So. In the interest of fostering that type of relationship in the short time we've got, let me introduce myself. I'm Michael. I've done this type of thing before, more than a few times, and I've made good money doing it, enough to spend a long time not doing it. I hope it goes without saying, I know a lot of people. Anyone yaps about me or any of you, you'll be dealt with. Got it? Good. Now, Frank, over to you. Yeah, man, I'm Franklin, dawg. And I'm new to these kind of planned out detail robberies. I've done my share small jobs, you know, liquor stores, warehouses, boosting cars,
Then I met this dude right here, Michael, man. And he turned me on to this thing. So, who's next? Packy McCreary from the fine borough of Dukes and God's own Liberty City. I came here less seeking fame and fortune, and I found boredom and idiots. Is that over there, my old life? Well, you're the first people I met out here who do. Everyone talks about what they're gonna do, who they're gonna be. They don't talk about who they are, and they don't care about anyone else. Ja, dat was ook wel een leuk. GTA 4 was wel leuk. Ook met Liberty City. Dat was wel een leuke overval. Maar het is jammer dat het maar één overval was. En nu is aan de GTA 5 zijn er 3 of 4. Oké. Okay. We zijn binnen. Laat ik hem juist hier vooraan doen. Oh, hij doet die niet. Ik ben echt bang dat we net oké, okay, mooi. We hebben. We zijn klaar. 4.946. We hebben nu iets meer dan afgelopen maandag. Wegwezen hier. Het is natuurlijk een lekker vrijdagmiddag en een lekker middagje overval plegen. Hè? Nou, middag. Avond is dit al, zo 5:30. Voor jullie, voor mij natuurlijk niet. Voor mij is het woensdagmiddag. Dat we zeker dik 4.5 miljoen. Voorzichtig hier. Vorige keer ging er iemand neer. Dat ligt er ook aan wie het is. Denk ik. En toen had ik een hele slechte, en als je een hele slechte hebt, dan dat is natuurlijk moeilijk. Want we zijn nu in één keer met z'n drieën. Terwijl dat ik maar met 2 man naar binnen zijn gegaan. Of waren we toch met z'n drieën? Ik geloof wel met z'n drieën dat er eentje gewoon niks deed. Dat kan, dat weet ik zo niet. We hebben in ieder geval heel veel geld. Dan hoop ik dat we gewoon binnen 1 minuut binnen zijn geweest. Ik bedoel, binnen 50 seconden, maar ik denk echt van niet hoor. Dat was toch echt veel langer denk ik. Hier zit Michael in. I'm here. Keep driving. Fuck. Fuck. Hang in there, boys. I got bull bars on the truck. I'll make short work of these cops. Now the I can do from this bike. Take out the cops. Moet die gasten hier verrammen. Er komt ook een naar. Daar komt ook alleen aan. Splits is in één keer weg. Zo. We zijn er. We stop at the end of the river and we'll get the bikes into the truck. Instappen.
Lester's around the corner at the lockup. Zo. Daar hebben we hem. Man, I thought I was gonna be stuck to that bike. Yeah, I thought you were gonna be stuck under a cop car. There gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get. No, that's not too clear, boy. You know what? I think we did. Oh man. Natuurlijk ook meer geld, dat's beter. Yeah. I'm doing some rails tonight. Uitkijken. One step closer to retirement. Alright, people. Mission passed. Okay, dan gaan we eens even naar X. Ik ga 2,5 miljoen weg. 807 frank, de 200. Toch heeft Michael best wel veel. 52 seconden, serieus? 52 seconden, 2 seconden. Dat meen je niet. We weten wel welk team dat we moeten hebben. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, alright? Where are you? Are you in a strip club? Ja, precies, ik ben in de strip club, jongen. Tanisha, I gotta go, alright? I'm a change, I promise. You won't even recognize me. Nou. Gaan we terug naar de story mode. Nou goed, we zijn toch al best lang bezig met GTA 5. We hebben al toch behoorlijk tijd GTA 5 natuurlijk uitgespeeld. Maar het is natuurlijk wel leuk om die missies een beetje opnieuw te doen. Om ja, toch een beetje weer in te komen. Nou, in te komen. Ik bedoel, maandag gaan we natuurlijk een andere doen. De volgende, het is helaas ons niet gelukt. Nou ja. Maakt niet uit. Maar de volgende die is ook zo ontzettend moeilijk, denk ik. Dat is met Trevor. Dus. Het is behoorlijk moeilijk. Oh, hoi. Sla maar op, joh. Even kijken. Kijk of hij ook. Kijk. 52 seconden. Terwijl dat er gewoon 50 voor moeten. Dat is vervelend. Nou goed. Aangezien dat we nog best wel veel tijd voor hebben. Hoeveel geld heb ik? Ik blijf gewoon op dezelfde bedrag. Oké. Deze is zo ontzettend moeilijk. Deze gaat dus ook niet doen, die is ook vrij moeilijk. Hebben we niet ergens een andere? Kunnen we niet deze doen? Ja, doen we deze. Toch maar gewoon eventjes aan. Hier ga je allemaal van die dikke wagens vinden. You fucking dick. Nou goed. Ik hoop dat de politie niet meteen eraan komt. Oeh.
Wat een massa. Zo. Dat is hier. Ja. Oh ja, dat is deze. Nou, we worden altijd hier klem. Oh nee, dat is die niet. Dat is juist deze. Kijk, dat. Zijn we hier? Ben ik de vorige keer nog niet geweest? Kunnen wij misschien. Juist niet op de stoep. Cool, hè? Als we nou. Zo, dan kunnen we meteen naar in. Mooi. Hey, dat is natuurlijk. Oh, hij heeft zelf ook nog geld in zijn zakken. Dat komt niet veel. 13, mooi. Dat was het. Laat ik maar meteen. In planken. Kijk, ze zijn mij gewoon aan het zoeken. Staan nu voor de dingen. Voordat je weet, ben ik hem alweer gesmeerd. Daar komt ook een. Zijn goed erin. Komt dit straatje in. Hoppa, we zijn zo weer kwijt. Mooi. Zijn er net 24? Oh nee. Nou goed, laten we dus terug naar mijn huis gaan. Natuurlijk wel een beetje geld, maar ja, toch zo om wat geld bij te verdienen, want we hebben nu 3.862.960. Nou. Toch weer een paar honderdjes euro'tjes meer. Niet dat veel uitmaken of zo. Maar we moeten ook proberen op een andere manier zien te komen aan geld. Best is juist om gewoon naam. Bank toe te gaan, ik weet het niet. Nou, maar waarschijnlijk krijg ik ook binnenkort dit. Maar goed, ik ga het hier eens belaten, jongens. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het like. En tot maandag dan weer, jongens. Mazzel!